wedstrijd, uitwedstrijd tegen Apkoude. Zijn vader van de tegenpartij, ik was 14 jaar. Ja, ik geloof niet dat jij een meisje bent. Trek je broek naar beneden en laat dat maar aan me zien. Deze week voor het eerst op een nieuwe locatie. Café-restaurant De Plantage in Amsterdam. Aflevering 4 van Umberto op NPO Radio 1. Goedemiddag, een volle tafel vandaag in café-restaurant De Plantage in Amsterdam. Het is de eerste keer dat we hier zitten. Maar mica is een stof die blijkbaar in alle producten zit die wij gebruiken. En ik had er eigenlijk alleen maar van gehoord als het hittebestendige ruitje in een gaskachel van vroeger. Ik ken hem als artiest, goede zanger. Ja. Jij zegt onder andere ook, wat is de belofte van ons aan onze kinderen? De onderwijsbelofte. Welke belofte doen wij die kinderen? Dat is beter een vraag die ik ook aan jullie kan stellen. Dat is een vraag die we met elkaar als samenleving moeten beantwoorden. Want dat is de vraag waar alles begint. Umberto Tan. Hebben zij op wat manier dan ook de muziek veranderd? De Pet Shop Boys. Ja, ze zijn van groot betekenis geweest. Je ziet allemaal de mensen. Dat meen je niet. Ja, ja. Zie, Anna jouw ogen vallen bijna uit je. Ja. Ja, dit is echt, je wist niet dat dit met de Pet Shop Boys was. Nee. En in jouw geval zelfs was jouw vader ook nog eens verzetsman, waar je pas veel later achter kwam. Dus, maar is dat ook nooit ter sprake geweest? Nooit aan tafel geweest? Nooit besproken? Nooit. Nou, er is heel weinig over gesproken. Ja. Vind je het niet jammer? Ik vind het wel jammer, ja. Zeker achteraf gesproken had ik wel veel meer willen vragen aan mijn vader. Maar dat besef komt eigenlijk pas als iemand dood is. Je hebt een beetje opwinding nodig om in die snelheid te raken. En dan voel je de golf. Hè? Zij is de koningin van het straatvoetbal en zet zich in voor een vrouwenemancipatie. Wedstrijd, uitwedstrijd tegen Apkoude. Zijn vader van de tegenpartij. Ik was 14 jaar. Ik geloof niet dat jij een meisje bent. Trek je broek naar beneden en laat dat maar aan me zien. Ik had 3 doelpunten in de eerste helft gescoord. Dus hij was een beetje, ik weet het niet. Maar wat ik altijd zeg is dat wat wij projecteren op anderen. En zeker op kinderen en jongeren. Als een soort van klei in je oren blijft hangen. En van dat klei boetseer jij je zelfbeeld. Dus als ik vroeger in de spiegel keek, zag ik een manwijf. Heeft me heel onzeker gemaakt. En vanuit dat beeld, dat is wel iets wat ik van vroeger mee heb genomen, waarbij ik nu ook durf te zeggen van, ben vaak tegengehouden in dat wat ik wil doen, maar je kan altijd meer dan je denkt, zeg maar. Wees verwachtingsvol naar jezelf, maar zeker ook naar een ander, omdat we te vaak mensen van tevoren al disqualificeren op huidskleur of achtergrond of wat dan ook. En lithium is de belangrijkste component van elektrische batterijen op dit moment. Een gemiddelde Tesla heeft iets van 60 kilo aan lithium. Chili is een van de landen waar we die lithium vandaan halen. En dat wordt uit de woestijn gehaald voor een heel groot deel. Daar is het al enorm droog en het wordt alleen maar droger. Wat zou je nu willen zeggen wat niet meer kan? Ja, dat kan ik juist niet meer zeggen. Ja. Ik zeg tot volgende week.